Als klein meisje droomde ik van om een keer Olympisch kampioen te worden. Ik denk nooit in beperkingen. Ik denk altijd in dromen en doelen en kansen. En eigenlijk is daarin niks onmogelijk. Dan plaats je je voor de Olympische Spelen van Turijn. Goud voor iedereen in buurt. En dan gelijk bij je debuutafstand, bij de 3 kilometer, dan win je Olympisch goud. En dat is op 19-jarige leeftijd de jongste Olympisch kampioen van Nederland ooit. Ik wil niet alleen de beste zijn, maar ik wil natuurlijk ook de beste blijven. Weer goud, onmogelijk! En als je eenmaal weet wat winnen is, dan wil je altijd meer. En dan ga je erin geloven en dan is er maar gewoon één doel. Dat is dat ik goud wil halen. En daar het doe en laat je dan alles voor. Het is dood of de gladiolen. En het is schaatsen totdat je letterlijk over de finishlijn heen valt. Of het is die medaille om je nek. En ja, nu heb ik gewoon nog één droom. En dat is voor de 4e keer op rij met een Olympische gouden medaille thuis te komen. Ik geloof dat als je ergens vol voor gaat, dat er dan veel meer mogelijk is dan je denkt.